Met mijn voeten in het water, aan het strand van Breskes, staan we te wachten op 90 zwemmers uit binnen- en buitenland. Die zijn vertrokken vanuit Vlissingen naar Breskes. Wie wint in 2014 de Scheldebeker? We gaan kijken, hier aan het strand van Breskes. Witzig gefeest, dit. Je eerste reactie na deze mooie overwinning. Ja, geweldig. Nooit gedacht dat ik deze toch zou winnen. Dus nee, wat dat betreft echt een droom. Hoe waren de omstandigheden? Oh, heerlijk. Een paar golven, niet te hoog. Op sommige plekken wel flink even doorhalen. Maar voor de rest, geweldig. Ideale omstandigheden. We hebben het zelfs nog te hoog gehouden volgens mij. Hè? Dus zelfs geen omweg, terwijl dat toch even wel het gevaar leek. Ja, dat is voor iedere zwemmer. Als je erin ligt, dan dat is natuurlijk wel een ramp. Maar... Hoe heb je je eigen voorbereid op deze mooie tocht? Met mijn werk de gaatjes vinden om toch te kunnen trainen. En dat is gewoon gelukt. Dus, Maar snel kijken, want er moet ook nog de eerste dame binnenkomen. In ieder geval geniet van deze mooie overwinning. Ja, dat is al gelukt. Dank u wel. Maar ik heb van de stadsomroepen van Oost en de beste zaak van Oost, Flower Shop, oude man, een heel mooi wasbloem. Geweldig, dank u wel. Misschien heb je wel iemand die het boel kan geven. Dus... Ja, ik weet het wel zeker. Oké, dank u wel. Kijk eens naar die reniers, jongens. Kijk eens naar die reniers. Die wordt gelijk 40 jaar jonger in deze Scheldebeker 2014. Het is genoeg geweest, trouwens. De eerste dame staat voor mij. Hoe is het gegaan? Ja, het ging wel goed. Ik start alleen iets minder, want de start was behoorlijk rommelig. Er waren mensen eerder weg dan eigenlijk, maar toen werden we doorgeroepen. Dus ik was niet heel goed weg. Maar op een gegeven moment zag ik Jan Willem en ik denk, dan lig ik echt wel goed. Want normaal ligt hij bij de kopgroep. Dus ik denk, oké, dan moeten er 5 ongeveer voor me liggen. En geen dames, want die houden Jan Willem normaal niet bij. Dus ik had al zoiets van, oké, ik lig goed. En verder, de laatste kilometers waren zwaar, maar verder ging het echt... Ja, ging prima. De omstandigheden waren prima. We hadden geen regen, geen wind. Nee, inderdaad. Het was wel fijn. Golfjes vielen ook wel mee dit keer. Het was wel een beetje pittig, maar het viel gelukkig allemaal nog mee. Het is meegevallen. Je bent in ieder geval de eerste dame. Net een paar mannen eerder, maar toch een mooie prestatie. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Voor me staat de eerste Zeeuwse en nog wel uit de gemeente Hulst ook. Jouw eerste reactie? Ja, ik vond het wel zwaar hoor. Ja. Maar wel superleuk om te doen, ja. En wat was er zwaar aan deze tocht? Ja, ik weet niet. Ik wist niet zo goed waar ik zwom en hoe lang het nog was. En die golven en stroom, ja, het was wel moeilijk hoor, vond ik. Je kon wel één tempo houden of ging het halverwege of aan het einde wat... moeizamer. Jawel, ja, ik dacht om een duur, ga ik versnellen, want ik zag land, zeg maar. Maar dan bleek het echt nog heel lang te zijn. En dat valt dan toch tegen, want je denkt echt, nu is het nog maar kort, maar viel tegen.
Hoe heb je hiervoor getraind? Ik heb wel echt heel veel getraind. Wel gewoon in het zwembad, maar echt ja, heel veel meters maken. Geniet van deze mooie tocht. Toch een mooie prestatie. De eerste Zeeuwse en dan nog uit de gemeente Hulst ook. Ja, dankjewel. Dit was Scheldebeker 2014. Tussen Vlissingen en Breskes werd er gezwommen. En na een heel dik uur zwemmen kwam de eerste winnaar over de streep. Winnaar uit Tilburg. En niet veel later kwam de eerste Zeeuwse over de streep. Heeft u nu ook een leuk item voor Omroep Hulst Sport? Kunt u dat mailen naar kenny@omroephulst.tv. Gert-Jan van der Hoeven. Kookkerken. Gert-Jan van der Hoeven.